Oké, Pikachu, luister. Dit is jouw dag. Dit is jouw moment. Wij gaan heel veel evoluties trekken. Precies! Goedemiddag allemaal, welkom terug bij de laatste Generation Doos die we gaan hebben. En waarschijnlijk de laatste Generation Doos die ik ooit zal gaan unboxen, omdat Generations bijna niet meer aan te komen is in verband met de serie. Ja, we zijn overgestapt naar Sailor Moon. Oh. Ik ga deze serie zo enorm missen. In ieder geval, we hebben dus nog één doos te gaan. Pikachu EX Red and Blue Collection. Oftewel van de speciale promo's die we dus hebben gehad. En ik ga gelijk even over naar de andere camera om jullie hem veel beter te laten zien. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het zo jammer dat dit de laatste doos is die ik waarschijnlijk zal gaan unboxen. Maar laten we er een hele gave van maken. En als jullie part 1, 2, 3 die nog niet hebben gezien, oftewel Venusaur, Blastoise en Charizard, dan raad ik zeker aan om die eerst te kijken voordat je deze kijkt, aangezien dat je anders niet weet wat er gaande is. Die was ver. Dus, in ieder geval, we beginnen dus af met een hele mooie Pikachu promo kaart. En het grappige is, deze heb ik ook nog een tijdje in een deck gehad, alleen toen heb ik mijn deck weer helemaal veranderd. Dus daarvoor heb ik deze dus niet meer in mijn deck zitten en zit hij dus veilig in mijn mand. Deze Pikachu, ik vind hem zeker heel erg awesome. Hij kan een gevaarlijke aanval hebben, maar wat natuurlijk het allergrootste belang is in deze kaart, is natuurlijk de Jolteon. Dat hadden jullie kunnen verwachten van mij. Maar in ieder geval, we hebben natuurlijk ook een grotere kaart, waarin dat Jolteon natuurlijk nog groter te zien is, zoals jullie hier kunnen zien. En daarom dacht ik bij mijn eigen, dat is wel inderdaad iets leuks. Goed, we hebben de vier pakjes. Deze die gaan ook. Sorry jullie. Ja, jullie die schrik daarvan. Dat vind ik eigenlijk best wel zielig. Oh. Maar goed. Wat doet het nou? Zou dit een reverse? Hij ligt eigenlijk reversed. Nou, bijna reverse. Zo zou die een reverse. Zullen we deze in reverse doen? Ja, dan moeten we Pikachu vragen. Pikachu, moeten we deze in reverse volgorde doen? Ja of nee? Duidelijk nee. Eens even kijken. Dus dan gaan we gewoon Venusaur eerst. Daarna naar Venusaur komt Blastoise. Naar Blastoise komt Charizard. En naar Charizard komt natuurlijk de Pikachu. Goed. Jongens. Ik vind het... Ja, ik weet het. Het is goed. Maar ja, maar... Goed. Het gaat nu heel spannend worden. De laatste vier pakjes. Het staat 16 pakjes van Generations. En... Ah, ik kan gewoon niet geloven dat ik weer Generations aan het openmaken ben. Echt, ik moet zeggen, wauw. Oké, nou, in ieder geval, we hebben Fletchling. Beetje aandacht, een beetje rustig blijven. Of een beetje aandacht voor mij nou. Beetje op adem komen, een beetje tengelen. En we hebben de engste kaart gelukkig nog steeds niet gezien. Daar ben ik eigenlijk helemaal blij om. En en Clefable. Oké, we beginnen. Jirachi, jij bent ongeluk. Jij krabt mijn wezens niet op. Oké. Het is een goede kaart. Het is niet de kaart die je wil voelen, maar... Ik dacht toen ik dit zag dat het Leafeon was, heel eerlijk te zijn. Mega Venusaur, niet zo verkeerd. Ik bedoel, 130 damage met Bloombuster. En hij kan ook nog eens een keertje 30 damage doen naar elke bench Pokémon. Dus op zich niet zo'n verkeerde kaart. Maar Leafeon was veel beter geweest. Mag ik eerlijk wezen. Al moet ik zeggen, tot Mega Evoluties. Ze hebben het niet meer in de kaarten gestopt. En eerlijk gezegd ben ik er best wel blij om, want ik ben nooit eigenlijk een grote fan geweest van Mega Evoluties. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat een Eevee niet kan mega evolueren. Ik ben juist blij dat een Eevee niet kan mega evolueren. Laten we eerlijk wezen, gewoon serieus. De reden waarom dat ik eigenlijk tegen mega evoluties ben, is... ik bedoel, een Pokémon, als die al twee keer geëvolueerd is, dat is zat. Ik bedoel, waarom zou die dan nog een keer moeten gaan evolueren? Dan heb je natuurlijk ook de Pokémon die dan één keer... Magikarp! Die dan één keer hebben geëvolueerd en dan mega evolueren. Of gewoon Pokémon die dus helemaal nog niet zijn geëvolueerd en mega evolueren. Maar ik bedoel, een Pokémon als hij geëvolueerd is, dat was het unieke van Pokémon. Dan bleef dat gewoon netjes waar dat het was. En hebben we nou hier... Dat ben je goed, jongens. Maar ik bedoel, dan gingen ze niet terug naar hun oorspronkelijke vorm. Want dan... Nee, ik bedoel serieus.
Ik ben gewoon geen fan van Mega Evoluties. En sorry als ik daar een paar fans een beetje op de teentjes mee traf. Maar dat is gewoon mijn eigen mening. En ik vind het echt niet erg als jij het zelf zoiets hebt van... Nou, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Hou dat gewoon vast. Iedereen heeft zijn eigen mening. En ik respecteer iedere mening natuurlijk. Dus daar ben ik gewoon heel erg eerlijk in. Dus Diglett. Jongens, we hebben nog maar 2 pakjes. Hierna hebben we nog maar 1 pakje. We moeten nu een evolutie trekken. We moeten nu een evolutie trekken. Oh, is dat niet een evolutie? Dank je, editor. Mega, we hebben een Mega Venus hoor. Ik durf het gewoon niet. We moeten met een blast eindigen, jongens. Oké dan. Swabble. Swablu, sorry. Even soda. Clefable. Fairy-type energie. Ik kan nog weer teken zijn. Zubat. Magmore. Diglett. Reverse Holo. Oké. Here we go. Here we go. Here we go. We hebben Flareon weer de full art. We hebben gewoon 3 keer de full art gepolt. Jullie hebben eigenlijk helemaal niet gezien hoe dat de andere eruit ziet. Zou ik eigenlijk heel even de Eevee map erbij pakken. Welke evoluties dat we dus gemist hebben. Want geen zorgje, ik heb ze ergens afgelegd. Maar zit hier nog een kaart achter? Zit hier nog een kaart achter? En het is gewoon niet met Jen. We hebben alsnog weer een... We hebben er gewoon 3 gepolt in totaal. 3 Flareon full art. Ik heb het een keertje zelf volgen. Er was iemand die had zijn pakje opengemaakt en die had gewoon 2 Flareon EX'en full art achter elkaar in zijn boosterpakje zitten. Dus niet in een boosterdoos, want dat hebben wij gehad. Normaal spoilers als je niet deze als laatste kijkt, maar serieus dan kijk deze als eerste. Maar dat ik dus uit 1 boosterpakje 2 keer de full art Flareon eruit haalde. En ja, het was het laatste pakje, maar... Dit is inderdaad... Oh, ik was super bang. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was echt super bang. Flareon zijn helemaal niet bij Eevee en Sylveon zitten. Maar ik was echt super bang dat we gewoon dus niet... gewoon een evolutie zouden eindigen. Dat we dus een probleem zouden gaan krijgen. Dat we dus... Ik weet niet hoe vervelend dat het zou zijn... Als we dus geen evoluties meer zouden hebben gevonden na aflevering 2. Nou, in ieder geval, hier komt hij weer een keertje even voor natuurlijk tevoorschijn. De Eevee map. En volgens mij heb ik nog niet eens hier de Flareon zitten. Want ja, we hebben dus de full art van Sylveon, die hebben we dus gemist. Want ja, Sylveon, helaas. Die hebben we dus... We hebben wel deze gepoeld en daar ben ik zeker heel erg blij mee. Maar Vaporeon... Die zit hier dus ook in. En ja, die moet ik heel even dadelijk aan mijn dek pakken. Maar hier heb je dus de Leafeon. En zoals je al kan zien, de onderkanten, ze lijken wel een beetje op elkaar. Dus en daar heb je trouwens nog een keer de voorhard Sylveon. Maar ik bedoel, serieus, ik vind het eigenlijk best wel jammer. Ik moet nog heel eventjes de Vaporeon en de Flareon aan jullie laten zien. Dus geef me even een seconde. Ik pak heel even mijn dek erbij. Dan moet ik zeggen, jullie hebben mijn fandeck absoluut nog eigenlijk nog niet eens gezien. Maar daarom vind ik het eigenlijk best wel grappig om dit eventjes te showen dan zo. Van, ik kijk nog een Leafeon. Haha, wat leuk. Dit is namelijk mijn Eevee deck die ik dus gebruik. En de Golden Switch, ja, die gebruik ik natuurlijk met alle plezier. In ieder geval, als we dus hier heel eventjes doorheen gaan kijken. De Espeon GX natuurlijk, Eevee zit erin. Kijk, hier Flareon, Sylveon, echt al die kaarten. Maar als we dus heel eventjes gaan kijken. Hier. De Vaporeon EX. Ik mis hem. Hij zat er niet in. Met mijn uitkijker hebben we dan nog een keer de Jolteon. Ik bedoel, we sluiten gewoon eventjes af natuurlijk. En nog een Jolteon, natuurlijk. Maar dit is een promo. Die zal nooit in Generation zitten. Het is dezelfde kaart, maar het is een promo. Dus Glaceon Full Art natuurlijk. Ja. Maar goed, zo heb ik er dus nog eentje. En dat is die Flareon. Die zit in mijn andere deck. Jeetje zeg, ik blijf deck swappen. Is namelijk in mijn vuurdek die ik ook heb. En in mijn vuurdek... Dit is de gewone Flareon. En op zich vind ik die ook heel erg awesome. Ik bedoel, hoe dat hij bijvoorbeeld uit zijn frame hangt.
Hij hangt echt op het vreempje van zijn doos. En volgens mij heb ik deze ook een keertje bij een edit gebruikt, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik zal heel eventjes de headphone deck ook eventjes laten zien, waarom ook niet. Want ja, hier hebben we dan Ninetales, die zou er ook in hebben kunnen zitten. En ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat we geen Gardevoir EX te pakken hebben gekregen. Omdat dat eigenlijk dus een beetje het bekende is die dus ja, uit Generations uit zou komen. We hebben nou 16 pakjes opengemaakt, dat is een halve boosterbox. En dat die daar gewoon niet uit is gekomen. En ik moet zeggen, average hebben wij eigenlijk heel weinig. Ja, daar is ze weer, hoor. Maar hebben we eigenlijk hier ook Charizard. Die hebben we ook eentje gepoeld. Dus ja, dit is mijn vuurdek. En zo heb ik ook nog een waterdek. Maar die zou ik jullie voor behouden. Talonflame, Flareon ondersteboven. Waarom ook niet? Omdat hier alles weer ondersteboven ligt. En alles dus. Maar goed, ik moet heel eerlijk zeggen. Deze camera heb ik een ervaring. Dus, mooi. Ik moet heel eerlijk zeggen. Qua 16 pakjes. We hebben decent evoluties getrokken. Maar ik heb gekken meegemaakt. Ik heb echt veel gekken meegemaakt. Erik en ik, we hebben op een conventie hebben we toen ook een Elite Trainer box geopend. En er zat dan een Leafeon in. We hadden diverse Flareons hadden we eruit gehaald. Magikarp hebben we er een paar keer uitgehaald. En er waren 8 pakjes en er zaten behoorlijk veel evoluties in. En hier thuis heb ik toen ook een Elite Trainer box opengemaakt. En daar zaten ook heel veel evoluties in. Mijn map is behoorlijk volgekomen daardoor. Vaporeon ben ik nog nooit tegengekomen met het openen van een doosje. Die heb ik gewoon los ergens gekocht in een bakje. Zo erg is het. Nou, eerlijk gezegd heb ik toen van vorig jaar voor mijn verjaardag gekregen. Maar voor de rest, ja. Ik moet zeggen, dit is voor 16 pakjes een enorme average pull. En niet te vergeten dat we natuurlijk de Jolteon ook nog eens een keertje te pakken hebben gekregen. Wat al helemaal awesome was. Maar goed, ik blijf er maar door. Als ik echt over Generations blijf praten, dan wordt het een videootje van een half uur. En dan wil ik jullie natuurlijk niet aandoen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Wat is jouw favoriete unboxing van deze 4 parts? Was het de Venusaur? Was het de Charizard? Was het de Blastoise? Of was het de Pikachu? Ik zei het in de verkeerde volgorde, maar dat maakt me niet uit. Laat het weten natuurlijk in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Paper Mario zal wel weer snel verder gaan, omdat op het moment dat dit is geüpload, dan ja, denk ik dat ik zelf alweer beter ben. Er is nog een secret die ik nog heel eventjes wil openen. Die heeft niet met evolutie te maken, maar die heeft voor mijn maatje Draaimeisje te maken. Dus die zal hierna komen. Die zullen jullie ook hierna zeker zien. Maar die is speciaal gericht voor Draaimeisje, dus dat is buiten die Generations. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Nou. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter voor deze awesome unboxing. Laat een like achter voor René natuurlijk voor dit mogelijk te hebben gemaakt. Nogmaals bedankt voor René. Echt, ik wil niet weten hoe awesome dat ik dit heb gevonden. En ja, natuurlijk ook als je daar alleen maar een tijd voor hebt, dan like achter. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken, jongens.